Hallo, daar zijn we weer met een paar vragen in mijn hand. Ik ga ze meteen aan jullie beantwoorden. De eerste vraag is van Michael. Michael komt de eerste vraag. Als je als Fiero opgaat en je zingt bijvoorbeeld het duet Dit Ene Moment, ga je dan uiteindelijk Elphaba's tekst onthouden omdat je de tekst zo vaak hebt doorgenomen en focust op wat zij zingt? Ja, dat onthoud je wel, die tekst op een gegeven moment. En soms ben je zo aan het luisteren naar die tekst en weet je zo goed wat zij gaat zingen, dat je soms even vergeet wat je zelf moet gaan zingen. Dus dan op net het moment dat je moet inzetten, heb je een soort van blackout en dan is het en dan komt het toch vanzelf. Dus nee, maar je weet zeker wel de tekst van de ander. Dat is ook wel goed om je in te leven en om te snappen wat je zegt daarna. De volgende vraag is van Loretta Jacobs. Zou je in een soap willen spelen? Zo ja, in welke? Nou, ik zou best in een soap willen spelen. Of in een serie of in een film. Maar als ik in een soap zou willen spelen, zou ik best in goede tijden willen spelen. Het lijkt me heel erg leuk om die ervaring op te doen en om veel kleiner te spelen, dus voor camera. Dus een beetje zoals dit, zodat je dan niet de hele tijd dit hoeft te doen om rij 100 te bereiken, maar ook gewoon dit kan doen. En gewoon het klein kan houden. Dus dat vind ik heel tof. Het lijkt me wel een uitdaging. Even kijken hoor. Heb je een favoriete bloemsoort en welke zijn dat? Nou, dat vind ik wel een hele grappige vraag, Loretta. Maar als ik dan, ik vind zelf, ik heb op dit moment tulpen op de tafel staan. En dat vind ik leuk, omdat het nu al lekker weer begint te worden, begint lente te worden. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi als het een beetje met seizoenen meegaat. Dus in de winter, winterbloemen. Ik weet even niet wat voor winterbloemen ik moet opnoemen. Maar dat je gewoon meegaat met de tijd, dat vind ik mooi. En als ik nog een mooie bloem, als ik nog te binnen schiet, dan kom ik daar zeker op terug, Loretta. De volgende vraag is van Eva Vlaman. Wat vind jij ervan dat er iedere dag fans bij de artiesten ingang staan voor een handtekening en een foto? Nou ja, dat is natuurlijk best wel, ik vind het hartstikke leuk. Het leuk als mensen je goed vinden of als ze het stuk goed vinden of als ze enthousiast zijn. Dus dat is hartstikke leuk. Het is alleen maar heel erg waardevol om mensen te spreken en om mensen te zien. Het enige is, soms heb je gewoon heel erg haast en moet je een tram halen. En dan ben je net iets meer kort af dan de volgende keer. Maar dat wil niet zeggen dat niet gemeend is of dat ik dat dan niet leuk vind. Soms heb je gewoon haast, dus dan moet je het afronden. Dus dat is nooit iets persoonlijks, maar dat is altijd gewoon omdat ik natuurlijk ook gewoon graag naar huis wil. En soms kapot ben van een voorstelling. Maar fans bij de deur? Nee, helemaal niet. Vind ik hartstikke leuk om die te zien en... Om te spreken wat ze ervan vinden. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. En de laatste vraag voor nu is van Musicals The Best. Wat is je ergste blunder? Nou, dat is eigenlijk wel een blunder die nog steeds met stip op 1 staat. Mijn eerste productie van de Ende was heb ik gespeeld in The Wiz. Misschien heb ik het al eens verteld, maar het blijft nog steeds een heel raar moment. Ik moest het nummer openen, Brand New Day. En op dat moment zijn we met z'n allen als slaaf verkleed. En op dat moment rukken we die kleding uit en staan we in ons ondergoed eigenlijk te zingen. Dat we bevrijd zijn van de boze heks. Nou, ik begin dat nummer en ik trek mijn kleren uit. En normaal gesproken heb je altijd een korte broek aan moeten hebben. Een wit broek tot aan mijn knieën. Maar op dat moment was ik in de pauze die korte broek onder mijn slavenkleding vergeten aan te doen. Dus wat je toen al had, was dat ik een huidskleurige boxershort aan had. Dus voor rij 10 leek het net alsof ik in mijn blote tamploris daar stond te swingen. Dus dat was voor mij echt het grappigste moment, maar tegelijkertijd ook de ergste blunder. En nu Laila Karim stond zo te wijzen naar mijn boxer in het nummer. Van, probeerde nog door te spelen, maar dat was heel lastig. Dus al die mensen natuurlijk in een deuk. Maar goed, het levert ook wel weer grappige momenten op. Voor nu, dit was het. Ik zie alweer wat vragen. De volgende is van Claudia en Eva en Wilco en Kim. En nog meer vragen. Dus ik ga hierop terugkomen, snel. Maar ik ga volgende week en die week erop naar Israël. Dus ik ga eerst eens even lekker eruit, op vakantie.
En dan kom ik daarna weer terug en hoop ik jullie weer te zien voor meer vragen en antwoorden. En misschien ook weer te kijken naar de show. Dan zie ik jullie weer. Oké, hoi!